Beste inwoners, normaal zouden we elkaar hier ontmoeten in het dorp van Zevergem om onze beste wensen van 2021 over te brengen. Jammer genoeg kan dit door de coronamaatregelen niet doorgaan en hebben we moeten zoeken naar alternatieven om als gemeentebestuur onze wensen over te brengen. Daarom is het deze keer dus niet live, maar via deze videoboodschap. Wat een vreemd jaar was 2020. Toen we jullie op 5 januari een gelukkig nieuwjaar toewensten op het gemeenteplein in de Pinte, wisten we helemaal nog niet dat het vanaf maart net iets anders ging worden. We hoopten na die eerste golf dat het tegen de zomer wel weer goed zou komen, maar het virus bleek nog hardnekkiger dan gedacht. En nu met de tweede golf in deze feestperiode is het allemaal nog wat lastiger. Velen onder jullie hebben het zwaar gehad, door bijvoorbeeld op een andere manier te moeten werken of les te volgen, door geen werk meer te hebben of de zaak te moeten sluiten, door een onzekere toekomst te krijgen, doordat er geen activiteiten meer waren, geen familiebezoeken of feestjes met vrienden om naar uit te kijken of te ontspannen. We hebben echter nog het geluk van in een gemeente te wonen met veel groen, met veel mooie plekjes om van te genieten, om toch buiten te kunnen zijn en te ontspannen met een vriend of een familielid. En daardoor lijkt ook hier het wandelen wel de nieuwe nationale sport te zijn geworden. Als gemeentebestuur hebben we steeds getracht om met de nodige zin voor realiteit en in de mate van het mogelijke nog heel wat activiteiten te laten doorgaan. Denk maar aan een aantal muziekoptredens, onder andere aan het woonzorgcentrum of op 11 juli aan het OCP. Denk maar aan de openluchtfilms. Denk maar aan de kermissen. Denk maar aan de huwelijken in open lucht. Dankzij jullie heeft het virus hier nooit echt goed kunnen woekeren. En dat ligt deels in het feit dat de maatregelen in onze gemeente vrij goed werden opgevolgd. Dit door zowel de organisatoren, de scholen, de handelszaken als door jullie als inwoners. Maar desondanks zijn er ook in onze gemeente voor sommigen pijnlijke gevolgen aan dit verschrikkelijke virus. Onze gedachten gaan dan ook in de eerste plaats uit naar al diegenen die het daardoor extra zwaar hadden. Maar ondanks corona hebben we hier heel veel warmte gezien. Jullie hebben getoond dat we niet alleen de gelukkigste gemeente zijn, maar ook met stip de warmste. Als ik denk aan de ongelooflijk grote inzet van ons personeel in het woonzorgcentrum, maar samen met hen alle mensen in de zorg om met man en macht het virus buiten te houden. Dank daarvoor aan iedereen in de sector zorg, maar ook onderwijs, kinderopvang, logistiek. En dan vergeet ik er nog wel enkele om steeds paraat te willen staan in voortdurend wisselende omstandigheden. Als ik denk aan het 8-uur-applaus in zoveel straten en wijken, wekenlang. Als ik denk aan de grote groep vrijwilligers die zich spontaan hebben verenigd in de Pinte Helpt. En die samen met ons gezorgd hebben voor een boodschappendienst voor wie de lockdown echt letterlijk te nemen was. Voor hun fantastisch initiatief zoals het mondmaskeratelier. Voor hun hulp bij de bedeling van de informatiebrieven van de gemeente naar onze inwoners met betrekking tot de coronamaatregelen. Voor hun hulp bij het opbellen van onze senioren en voor het ter beschikking stellen van wandelbuddies. Als ik denk aan die vrijwilligers die zich spontaan kwamen aanbieden om bijvoorbeeld te helpen bij de babyconsulten van kind en gezin, omdat velen uit onze vaste groep vrijwilligers tot risicoleeftijd behoorden. Als ik denk aan de vrijwilligers in tal van verenigingen die op zoek gingen naar alternatieven en coronaproefactiviteiten om toch dat samenhorigheidsgevoel onder de leden te creëren. Bijvoorbeeld jeugdverenigingen die hun leden uitdaagden om thuis bepaalde opdrachten uit te voeren, zoals kampen bouwen, krijttekeningen maken. Als ik denk aan die buur die spontaan kwam vragen aan de buurman of buurvrouw of ze iets nodig hadden. Of aan het spontane telefoontje met hoe is het? Dit maakt mij een trotse burgemeester. Trots op de inzet en de warmte van velen in onze gemeente. Voor het komende jaar zullen we nog even moeten volhouden. Maar met de komst van de vaccinatiecampagne kijken we hoopvol naar de toekomst. En om het met de woorden van Martin Tange te zeggen, hou vol, het komt allemaal goed. Daarom, beste inwoners, durf ik jullie in naam van het college en van de voltallige raad en in naam van mezelf alsnog een hoopvol, schitterend, maar vooral gezond 2021 toewensen.
beste inwoners van De Pinte en Zevergem. Wij zijn Sander en Lars, de twee nieuwe kinderburgemeesters. En samen met ons team achter ons wensen we jullie alvast een gelukkig nieuwjaar! Het nieuwe jaar zal hopelijk wat beter zijn dan 2020. We zullen feesten, maar deze keer in kleine bubbels. We willen in 2021 graag werken aan meer groen op straat, veiligere fietspaden, een talentenjacht voor kinderen, een skatewedstrijd, een themazoektocht. En dus, we willen samen met jullie klikken op 2021. Natuurlijk in onze bubbel.